is ook weer een nieuwe video, Hieltke Floris. En vandaag gaan wij weer eens 17 mega dozen openmaken. Laat even die like achter voor de 1250 likes. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even op mijn kanaal. Ik zit op het account van Pocahontas. Zijn YouTube kanaal staat in de beschrijving en komt nu ook even in beeld. Geef even die support terug. Ja, we gaan dus 17 mega dozen openmaken. Maar voordat wij dat gaan doen, gaan we natuurlijk altijd even checken van wat... Dat kunnen we halen hier. Wat valt er te halen vandaag op het account van Pocahontas? Dan gaan we gewoon even checken. En dan zien we hier... Oh nee, het wordt weer moeilijk. Want hij heeft 2 mythische die we nog moeten. Colonel Roofs is ook een mythische. Dus 3 mythische die we nog moeten. 2 legendaries en Bel. Maar als het goed is, ja inderdaad, kunnen we Bel gewoon gelijk verzamelen. Dus dat is super chill. Dus in ieder geval hebben we Bel nu al gekregen. Maar we moeten dus nog steeds 3 mythische of 2 legendaries. Dus daar gaan we gewoon volledig voor strijden. Qua krachtpunten heeft Squeak ook best wel nieuw. Want kijk, heeft Squeak best wel lage trofeeën. Dus dat is chill. Dan hoeven we Squeak in ieder geval niet meer te packen. En qua upgraden mocht ik het zelf bepalen als ik de coins had. En ik denk dat ik dan gewoon begin met Brock. En dan zien we het vanzelf wel. Laten we gewoon beginnen met de 2 trofeeën op het trofeeënpad. En daarna doen we dus de hele Brawl Pass. Let's go. Eerste grote doos. Zit in Jesse en Jean. Oké, tweede megadoos. Eerste megadoos. Let's go. Wat zit erin? We beginnen met 5. Dat is jammer. Ga ik even kijken. Ludy kan er 8. Bel kan omhoog. B kan omhoog. Frank omhoog. En Sprout omhoog. Volgende grote doos. Kom op, wat zit erin? 3. En het is Max, Jesse en Jackie. En de laatste megadoos van het trofeeënpad is die 6. Oké, we hebben die 6 al binnen. Maar wat zal het zijn? We gaan het even zien. Oh, ik moet nog even checken trouwens met gadgets en sterrenkrachten. Wat er überhaupt te halen valt. Dat heb ik even helemaal gemist. Colette, Max, Crow, Frank en 3, 2, kom op. Het is een sterrenkracht voor Bo. Super nice. Oké, dan gaan we heel even checken. De sterrenkrachten. Ja, er vallen nog wel wat sterrenkrachten te halen, maar niet al te veel. Dus laten we gewoon maar even Brock upgraden. Zo, daar hebben we ook kans op Brock. Daarnaast, qua upgrades, kunnen we Sprout een beetje bijhouden, Bel een beetje bijhouden. Dat is toch een beetje goedkoop. Houden we dat ook een beetje bij? Voor de rest, ja, dan kunnen we gewoon vlammen. Kunnen we gewoon lekker gaan vlammen. De eerste doos van de Brawl Pass. En dat is een 3. Met Squeak, Carl en Frank. Oké, let's go. Gaan we door. We hebben dus nu al een sterrenkracht te pakken. Volgende megadoos is helaas de 5. Edgar, Ebit, Daryl, Mortis en Rosa. Gaan we door met een grote doos. 121 punten, of punten, coins. Let's go. Dat zijn heel wat coins. En gaan we lekker door. Pipertje en Pennytje. Prima, prima, prima. 3, Sprout, Penny en B. Helaas geen nieuwe item. Hij heeft de krachtpunten en de coins heeft hij er al tussenuit gevist. Dus dat is lekker. Hoeven wij dat in ieder geval niet meer te doen. Dus dat heeft hij mooi gedaan. Hebben we hier de volgende megadoos. En is het dan weer die 6? Het is weer die 6. Dus we begonnen 5, daarna 6, toen 5 en nu weer 6. Dus dat is zeker niet verkeerd. Carl, Daryl kan een max level. Maar we gaan eerst focussen op de knokkers die al kracht 8 zijn. Want we hebben niet al te veel coins. En dan kan je beter wat coins besparen op die manier. Maar Colette, Max, Jackie en... Weer een sterrenkracht. Geen gadgets nog. Alleen maar sterrenkrachten. Super chill. We hebben nog niet genoeg om die upgrade te doen. Dus dat kunnen we dan nog niet doen. Hebben we hier een grote doos met 3. Jean. Hey, let's go. 2, kom bij 3, 2. En het is wel onze allereerste gadget. Deze keer voor Jean. Let's go. Volgende grote doos. 3. Ja, weer 3. Kom op. Stu, Lou en Crow. Helaas, helaas, helaas. En hier zit in Penny, Jesse en Barley. En dan heb je nu 3 op het 80 coins. Nice, Crow, Barley. Oké, en dan na deze grote doos gaan we even een volgende upgrade doen. Ja, mooi. Dan kunnen we even kijken wat we willen gaan doen. Oh, ja, we hebben wel genoeg. Oké. Willen we dan Poco of Ems? Ik denk dat we Poco willen. Of is er nog een legendary knokker die op kracht 7 zit? Nee, oké. Dan doen we gewoon sowieso Poco. Doen we gewoon Poco naar kracht 9. Hopelijk kunnen we dan de sterrenkracht voor Poco krijgen. Maar we zitten echt aan het afwisselen. Van 5 naar 6, van 5 naar 6, van weer naar 5. Dus we zijn heel erg aan het afwisselen met de 5 en 6. Dus dan zou nu betekenen dat dit een 6 moet zijn. Nee, helaas. Daar is twee keer op rijden 5. We hebben Crow, we hebben Colette, we hebben Squeak en Spike. En ik wil dus gelijk die upgrades van Squeak wil ik blijven doen. Zodat ik dat ook een beetje in de raad kan houden. Ja, het is toch heel goedkoop. En we hebben nu nog 75 dozen te gaan. Grote doos. Tara, B en Edgar. Het gaat best wel prima hoor. Het gaat best wel prima met de nieuwe items. Ja, we hebben nog geen nieuwe knokker gekregen. Maar ja, hallo. Dat is ook best wel moeilijk. Want het is een mythische knokker die we moeten krijgen. Nou, dit is helemaal niks. Dan gaan we door met die grote doos. Dat is dan Ebit, Piper en Lutje. Let's go. Hey.
Dit kan betekenen, ik weet nooit, de grens voor sowieso een nieuwe item is onder de 35 coins. Ik weet niet wat de officiële grens is, zodat je 2 nieuwe items krijgt uit de grote doos. Maar daar gaan we nu achterkomen. Ja, het is minimaal 17. Oké, 2 nieuwe items uit de grote doos. Dat is een tijdje geleden, maar wat is het? Wat is het? Wat is het? Dat is een gadget. Voor Jesse geen startkabel, de andere gadget. En een gadget voor Boel. Wel 2 gadgets. Maar ja, hier hoor je mij geen seconde over klagen natuurlijk. 2 nieuwe items uit de grote doos. En die megadoos die denkt van, laten wij het even zitten. Wij doen niet mee, denkt de megadoos. Nou, gaan we even kijken. Wat kunnen we nu upgraden? Oh, we hebben nog niet genoeg coins. Dat is jammer. Dan gaan we gewoon lekker door. We gaan helemaal niks upgraden. Heb je een grote doos? Mortis, Jesse en die dingen. 28. We hebben weer een item. De grote dozen gaat aan. Let's go! En het is de naaldenstorm voor Spike. Wel chill voor een legendary knokker. Een gadget. We zijn echt lekker aan het gaan hoor. Hoeveel zitten we op? 7 nieuwe items. Volgende megadoos. Die 6 weer terug. Nee, we hebben nu wel met de megadozen 3 keer op rij de 5. Of zelfs 4 keer op rij. Nee, 3 keer op rij denk ik. Dus dat is wel jammer. Maar ja, daarentegen gaan de grote dozen weer extreem lekker. Dus dat wisselt elkaar een beetje af. Nu hebben we sowieso genoeg coins. Inderdaad. 1500. Eventjes weg. Dan doen we nu de laatste knokker die kracht 8 was naar kracht 9. En dan gaan we nu even checken, want inderdaad, Krook komt nog omhoog. Die is dan bijna kracht 7 en voor de rest kunnen we weinig doen. En dan gaan we gewoon lekker door. Ja, we kunnen weinig doen, dus we gaan gewoon lekker door. We hebben hier een grote doos. Hoppatee, wat zit erin? 77. Penny, Spike en Taraatje. Tara heeft hier rang 25 gehaald, zag ik net. Maar helaas kan Tara nog niet naar max level. Anders was Tara de knokker die ik de volgende keer zou upgraden. Hebben we hier de megadoos? Kunnen we even weer terug naar die 6? Nee, die megadozen laat ons een beetje in de steek. Hey, dan kan Rosa naar kracht 9. Maar ja, daar hebben we natuurlijk geen coins voor. Maar dat is wel goed om even in de gaten te houden. Doen ook eventjes bel omhoog. En tot nu toe hebben we nog geen nieuwe knokker weten te krijgen. We zitten nu, qua megadozen zitten we nu op de helft. Want we hebben nog 8 megadozen te gaan. En we hebben er al ongeveer 8 gedaan. We hebben er 9 gedaan, dus het is net over de helft. Maar we hebben nog wel flink wat megadozen die open gemaakt gaan worden. Jean, Tara. Maar ja, we moeten denk ik nu meer hyped zijn voor die grote dozen. Want die grote dozen doen het heel goed. Kijk, deze megadozen niet. 5. Colette, Edgar en Lou. Wel lekker altijd, hè, die krachtpunten. Die krijgen zoveel krachtpunten erbij. Die knokkers gaan gewoon zo flink omhoog. Dat is echt niet normaal wat zijn hele Brawl Pass kan doen. Let's go. En we hebben eindelijk weer de 6. Mortis, Jesse, Jean, Squeak, Penny en... Oeh, wel goed dat we Ems geupgraded hebben. Sterrenkracht van Ems, super chill. Maar helaas. Niet iets beters dan dat. Oké, hebben we hier weer een grote doos. Wat zal erin zitten? 58. Helaas niet. Wel een upgradeje voor Squeak. En we moeten natuurlijk nu sparen voor 2050 coins. Willen we dus een knokker van 7 naar 9 upgraden. Dus dat is wel een dingetje. Hè? Dat is wel een dingetje. We gaan geen knokker alleen upgraden van 7 naar 8. Dat is gewoon letterlijk nutteloos. Dan spaar ik liever de coins een beetje op. Of dan bewaren we, ja, inderdaad, dus coins. Sparen we ze voor als we een knokker van 6 naar 7 kunnen. Of van weet ik veel wat. Ik zag volgens mij net dat... Ik weet niet meer welke knokker het was. Volgens mij Stu, die bijna naar kracht 7 kan. En dan kunnen we natuurlijk daar weer een gadget voor krijgen. Maar de volgende megadoos is wel 5. Ik vind dat die megadoos... Het was niet Stu trouwens. We begonnen best wel lekker. Maar ik vind dat we nu echt wel matig gaan. We hebben nu echt iets van 4 of 5 keer op rij. Nou ja, 1 keer die 6 weer tussendoor. Maar niet heel lekker. We begonnen sterk. Maar nu niet zo heel lekker meer. 54 Search, Jesse en Penny. We hebben hier een knokdoos. Nou, de knokdozen geven ons ook niks. Maar ja, wat is die kans? Weet je wat? Doen we eerst even al die reacties even lekker uit de weg. Dan kunnen we ons volledig focussen op de dozen. En zoals jullie kunnen zien nu, hebben we flink wat dozen nog te gaan. En we hebben nog die 13 dozen op het einde. En we switchen daarna nog even over naar mijn eigen account. En dan doen we nog even een potje. Want dat is natuurlijk altijd superleuk om even mee te eindigen. Frank, Jackie en dingen. En dan gaan we even kijken. We hebben wel 8 nieuwe items. Dus dat is niet verkeerd. We kunnen van 7 naar 9. En dan gaan we ook gelijk doen. Oké, dan moeten we even goed kijken. Kan Tara? Nee, Tara kan dik niet. Deze kan ook niet. Max kan ook niet. Piper ook niet. Dus het kan vanaf Daryl. Oké, Daryl, Rosa, El Primo of... doen we Rosa. Rosa vind ik al net chillen. Let's go. Oké, gaan we door. Nog 22 dozen te gaan. Eigenlijk iets meer, want hij heeft natuurlijk wat meer... Oh nee, die neemt al in rekening die 13 op het einde. Dus ja, het zijn dus 22 dozen. Let's go. Volgende mega dus. Eindelijk weer die 6. Oké. Jean, Squeak, Frank, Sprout, Max en... De gadget voor Piper. Jammer. Hebben we hier weer een grote doos. Spike en Lou.
Hey, Sprout kan geüpgraded worden. Hebben we daar nu wel de coins voor? Ja, dat hebben we net aan. Gaan we nu eventjes deze knoekdoos doen. Dan laat ik heel veel die megadoos nog staan daar. Grote doos, 50, kom op. Mortis, Gale, Sprout, oké. Weer een grote doos. Er zit helaas niks in. En dan hebben we nu nog 3 megadozen. En 13 grote dozen. Eerste megadoos is 5. Tara, Max, Colette kan er 7, maar we hebben niet genoeg coins. En Barley. Gaan we nu eventjes wat grote dozen doen. Kom op. Penny. Oké. 12 nog. Oké. Nog 11. Jammer. We hebben nu trouwens wel genoeg coins. Dus laten we even die upgrade doen. Gaan we er even uit. Colette naar kracht 7. Super. 11 doosjes te gaan. 2 megadozen daarvan. Oké, laten we nu even 1 megadoos doen. Want die grote dozen die werken niet. Let's go. Kom op die 6. Het is die 5. We hebben nog 1 kans op een megadoos. Om dus die nieuwe knokker te krijgen. En we hebben nog 8 grote dozen. Jesse, Mortis, Jackie. Nee. We doen eerst al deze grote dozen. Tenzij we iets krijgen. Dan laten we de grote dozen staan. Nog 5. Nee. Nog 4. Nee. Nog 3. 38. Nee. Nog 2. Ook niet. De laatste grote doos. Oké. Alle druk op 1 megadoos. Laten we even een slokje water nemen. 3, 2, 1. Helaas. Het was geen slechte opening, dat zeker niet. We hebben 9 nieuwe items gekregen uit een hele Brawl Pass. Dat is best prima. En ja, het was gewoon lastig om natuurlijk die mythische knokkers te krijgen. Dus ik ben er niet heel ontevreden mee. We switchen even over naar mijn eigen account. Doen we nog even de potje en wil ik nog even iets laten zien. Zit ik op mijn eigen account en dan moeten we eventjes checken naar lokaal clubs. Gaat het nog goed? Oh, het gaat niet goed. Maar we hebben 95 leden. Dus als we wat leden erbij krijgen, dan vlieg je gelijk ook ziek hard omhoog. Maar wat wij nu gaan doen is... Hebben we nog een doos op het einde? Nee, we hebben helaas geen doos. Wat we gaan doen is eventjes een solo showdown potje met onze grote vriend Ebit. Waarom niet? Gewoon even een potje met Ebit. Dat is de opdracht namelijk. Ik ben heel benieuwd of we dit kunnen winnen. Oké, het is wel een prima... Ik had nog niet naar de map gekeken. Het is wel een prima map ook om met Ebit te gaan vlammen. Kom jij maar even hier. We waren net te vroeg. We waren net te vroeg om te schieten. Kunnen we winnen van Surge? 1-1? Ik denk het wel eerlijk gezegd. Ja, sowieso. Zullen ze een beetje achterna zitten? Oeh, nou. Ik weet niet of we kunnen winnen van Surge. Als we hem... Hij is zo weak. Oeh, maar hij moet ook niet aan... Oh nee. Wil je het risken, denk je dan? Nee, eigenlijk niet, hè. Maar dan geven we hem gewoon 2 power cubes. We wachten gewoon dat hij dat ding kapot maakt en dan is hij de lul. Ja, dankjewel, Surge. Dankjewel voor die power cube. Dan ga ik nu gewoon even weg bij Surge. Ik wil even gewoon wat meer power cubes. Ze zijn ook echt traag. Dat is niet normaal. Dat weet je natuurlijk, want het is altijd met Ebit. Maar wow, wat zijn we traag. Oké, willen we dan gewoon weer naar die search toe? Ik denk het eigenlijk ergens even wel. Zit hij? Ja, hij zit daar, hè? Ja, hij zit daar. 1911. Dat is wat search doet qua damage. Toch een beetje weg. Ik weet alleen niet hoe het hier midden staat. Er kan opeens iemand hier in een bosje zitten. En ik heb helemaal geen idee ervan. We hebben daar Ems. We zijn ook gewoon traag. Het lijkt er alsof ik gewoon heel pushy speel, maar we zijn gewoon mega traag. Ik weet niet wat dat schot was. Oeh, lekker. Die sterrenkracht is mooi, hè? Die sterrenkracht is heel mooi. Gebruiken we nu ons schot, dat we gewoon heel veel meer schieten achter elkaar. Ja, kijk, dat zag Ems niet aankomen. En Surge ziet dat ook niet aankomen. We zijn one hit. We zijn sowieso one hit met 2400. Want net deed hij 1911 en toen had hij maar 1 power cube. Dus we moeten heel eventjes chillen nu. Eventjes afstand nemen. Die search, zolang hij blijft schieten is hij weak. En ik heb nu weer mijn station. Let's go. Hij is neer. En Max. Ik wist dat die Max daarin ging. Gebruiken we nu mijn special. Dus als we nu... We hebben nu meer schoten. En die Max moet op een gegeven moment moet hij weg. Op een gegeven moment doet hij weg daar. Hoppatee. Ja, Max. Ja, we hebben hem sowieso. We hebben hem sowieso. Moeten we hem nu niet leven... Oké, we gaan gewoon nu onze gadget weer doen. Moeten we hem nu niet die levens erbij laten krijgen. Ik ga deze angle gooien. Ja, kijk. Oh nee. Hij heeft wel 8 power cubes, hè. En wij hebben er maar 2. Ik ga toch wel verliezen. Misschien gaat het... Oké, kom. Oh nee, daar gaat ons ding. Daar gaat onze station. Zullen we gaan... Wie is sterker? Ja, let's go. We hebben gewoon gewonnen. Terwijl we gewoon 6 power cubes minder hadden. Let's go. Prima overwinning met de Ebit strijder. Dit was dan de video. Ergens anders komt een andere video die je sowieso kunt checken. Ik zie je in de volgende video maar even kijken. En tot dan, mensen.